Ik heb hier ook een liedje over geschreven. Helemaal niet, maar ik ga even kijken of ik wat leuks ga maken. Oeh, gaat meteen mist in. Zit je in je huis en je mag er niet meer uit, want een virus heerst in het land. Even dans breken. Is toch ook niet normaal, hè? Die jongen kan niet alleen gewoon heel goed sporten. Hij kan ook nog een beetje muziek maken. Ik vind het mooi. Het is mijn beste moeder. Check it out. Ja, we zijn nu even bezig met een workoutje creëren, want iedereen is gedoemd om thuis te zitten. Of nou ja, daar ga ik direct mist in, want ik zeg gedoemd. Maar dat is helemaal niet zo. We zitten thuis, maar we kunnen nog zoveel dingen doen. We kunnen gewoon zorgen dat we fit worden. We moeten nu sowieso tot 6 april zorgen dat we zoveel mogelijk afstand van elkaar houden. Gaan we doen. Hoes. Maar daarentegen kunnen wij gewoon knijter gaan trainen. Dus we zijn nu een workout aan het maken voor Rewind Strength and Conditioning. Jeroen, wat vind jij er eigenlijk van? Machtig mooi. Ik vind Rewind een toffe plek om lekker te trainen. En het is leuk dat ze ook denken aan de mensen die nu thuis zitten. Van hoe die toch fit kunnen blijven. Door fit te blijven bouw je ook meer weerstand op. Hè? Dus mocht je uiteindelijk tot besmet raken, kun je hem iets beter handelen. Is dat een baby in ook, bro? Je hebt ook de dingers mee, hè? Wat heb ik mee? Jeroen. Jij hebt ook de extra batterij mee, of niet? Ja, zit in het tasje, Niels. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Nice, gaan we doen? Even een workout en een behind the scenes van onze workout. Zo is het ook. Nou, ja. Nou. Thanks. Dat is van deze, hoor. Goed bewaren bij het andere kapje. Ja, die vind ik nou echt machtig mooi. Ben ik even de camera gear aan het voorbereiden? Moet opletten wat Niels er ondertussen voor mij aan het doen is. Ja, dat was het vouwen. Hangen. Hangen, Jeroen, niet vouwen. Wat een klasbak. Ja, zo is het ook. Veel sporten betekent ook veel douchen. En veel douchen betekent ook veel handdoekenwas. Ah, dat zijn echte vrienden. Ik zou dat ding om je nek doen. Oké. Deze mag je ook. Die zit er gezellig op rijden. En soms is het best leuk om even wat in te zoomen, want dan wordt die ook minder groothoek, zeg maar. Dan krijg je minder zo'n bol neus. Dan kun je beter even ietsjes naar achter staan en wat inzoomen. Ja. Dan had je hem voor je gezicht. Ja. En dit neemt geluid op. Oké. Dat is wel... Komt helemaal goed. Vandaag gaan we een workout opnemen. We zoeken even een vet speeltuintje op. En daar gaan we wat leuke oefeningen doen. Go. Ik weet niet of je dit ook wel eens doen. Maar 1, 2, 3. Speeltuintje gevonden. Come on! Yo guys, we hebben een home world weer voor jullie 22 maart voor de zondag. En deze is survival en specifiek, voor zover dat kan. Yes, het is voornamelijk een beetje spelen. We nemen jullie mee door de workout. Jeroen vertelt wat de bedoeling is. Okay, deze workout duurt ongeveer een half uur tot 40 minuten. Het bestaat uit 4 rondes. Alright, belangrijk voor deze homebot is dat je een locatie hebt waar je een aantal toestellen hebt die je kunt gebruiken. Een speeltuin zoals deze is ideaal. We beginnen met de warming-up. Warming-up bestaat uit 3 rondes. Elke ronde bestaat uit het volgende. 30 seconden actief hangen. Vervolgens doe je 10 seconden per been een balansoefening. Oké, deze balansoefening. Je strekt je achterste been. En dit doe je, probeert even een moment van balans te vinden van 2 seconden. Vervolgens ga je weer terug naar neutrale stand. Dit doe je 5 keer per been. En daarna pak je 20 mountain climbers. Belangrijk bij de mountain climbers is dat je lichaam in een plank blijft. Je handen staan recht onder je schouders en je brengt je knieën één voor één naar voren in een diagonale beweging. Heb je dat gedaan? Heb je het gevoel, ik ben een beetje warm? Dan begin je met de workout.
De workout duurt ongeveer 30 tot 40 minuten en bestaat uit 4 rondes van de volgende oefening. Allereerst hardlopen, 1 kilometer. Heb je niet een rondje van 1 kilometer in je omgeving? Pak dan ongeveer 5 minuten. Als cameraman moet je soms helemaal inhalen voordat ik kan filmen. Komt ie. Bijvoorbeeld 2,5 minuten ene kant op, draai dan om, 2,5 minuten andere kant op. De intensiteit hiervan ligt relatief hoog. Het is de bedoeling dat je met een hogere hartslag bij de hindernissen aankomt. Hindernissen, oefeningen. Oh, het leven van een cameraman! En moet je nog harder rennen dan Niels om weer in te halen? Kom aan, Niels! Cameraman is een atleet! Gaat-ie. Dit filmpje hebben wij een tijdje geleden opgenomen. Wat betekende dat de maatregelen van de overheid op dat moment nog niet zo scherp waren als dat ze nu zijn. De maatregelen zijn verscherpt om te voorkomen dat er heel veel coronabesmettingen in Nederland bij zullen komen. Zorg daarvoor dat je de adviezen van het RIVM echt opvolgt. Betekent, hou die 1,5 meter afstand. Wil je toch gaan sporten in een parkje, in een speeltuintje? In principe geen probleem. Zorg dan echter dat jij, voordat je begint, alle onderdelen ontsmet. En als je klaar bent, zorg dan ook weer even dat je het schoonmaakt. Zo voorkomen we met z'n allen dat die besmettingen in Nederland omhoog gaan. Flatten the curve. Keep your distance. Blijf sporten. Blijf in beweging. Zoals jullie van ons gewend zijn. Uiteraard volgende week woensdag weer een filmpje. Check it out. Dan gaan we het water in à la Wim Hof. Immuunsysteem een boost geven. Zien jullie later. Hanging knee raises. Je zoekt ergens een stang of iets anders om aan te hangen. Vervolgens breng je je knieën omhoog tot 90 graden en laat je weer zakken. Als dit een makkelijke oefening is voor jou, dan pak je toes to bar. Is dit een moeilijke oefening voor jou, dan pak je mountain climbers, net als in de warming up. Hiervan pak je 15 herhalingen. Daarna ga je door naar de tweede oefening. En dat is over een muurtje heen. Je gaat 10 keer heen en weer over een muurtje. Dus 1 keer heen en weer is 1 herhaling. Zoek een muurtje of een bankje van ongeveer heuphoogte en spring eroverheen. Vervolgens doe je de derde oefening en dat is een klimonderdeel. Voor het klimonderdeel kies iets uit wat jij kunt vinden. Het kan een speeltuintje zijn zoals hier, het kan een boom zijn en ook in een speeltuintje kun je verschillende dingen doen. Dit zijn een aantal variaties. Belangrijk is dat je gewoon gaat spelen. Gewoon willekeurig een parcoursje verzinnen. Mag iedere keer hetzelfde zijn, mag ook iedere keer wat anders. Misschien heb je niet een heel mooi speeltoestel, maar wel zo'n schommel zoals hier achter mij. Kijk of je daar overheen kunt klimmen. Kan op verschillende manieren. Enter eronder langs of juist met je benen erbij. Voor de echte survivor runners onder ons is perfect voor een swingover. Pak je natuurlijk wel 3 of 4 swingovers. Of 2 of 3 borstels soms. Veel plezier. Vervolgens heb je het vierde onderdeel na het hardlopen. En dat is een balansonderdeel. In de warming-up hebben we al balans geoefend. En hier zoek je ook weer een plek uit waar je balans kunt oefenen. Ongeveer 15 tot 20 seconden. Onderdeel balans, zoek iets uit wat je kunt gebruiken. Over een muurtje heen, over een bankje. Vooral be safe. Het is helemaal niet erg als je een keer misstapt, gebeurt iedereen. Vervolgens heb je 1 minuut rust en daarna ga je het setje nog een keer doen. 4 keer in totaal. Succes! Hois, dacht je nou je al klaar was? Nee. We hebben nog een bonusronde, namelijk het rondje van de zaak. Kan op 2 manieren. Of je maakt een rondje op deze manier om een toestel, of je maakt een rondje op deze manier om het toestel. Ik laat eerst de eerste zien.
eerste optie. Optie 2. Zeker voor de doorgewinterde survival runs. Is deze voor jullie. Lekker Jeroen. Ah, dus, ik zit echt te zoeken. Uitdaging, ja, je doet het maar gewoon. Benen heeft wel over de eerste heen. Nee joh. Ja, zelfs een gewinterde survivor en atleet weet soms niet hoe hij dit moet doen. Je gaat maar kijken hoe je het gaat doen. Ja, zoiets. Probeer maar. Baas dat je bent. Klasbak. Is niet gek. Je moet alleen de benen niet op de grond komen. Is lekker hoor. Ja, precies ja. Eén been eronder door. Handen hoger eventueel. Dat gaat mijn been breken als ik dat doe. Is kut. Handen hoger. Optrekken, kwam. Dan is ik vast. Wat voor dikke. Lastiger dan het lijkt. Zal ik me even voordoen hoe het moet, Jeroen? Dat zie ik er graag goed in. Ik ga mijn best doen. Ik geef de camera even aan Jeroen. Laat ik even zien hoe dit moet, ja? Waardeer jezelf trouwens, Niels. En je moet onder dit kleine klote dingetje heen, hè? Oké, deze mier is lastig. Want ik had een grote bek. Ik ga de Jeroen Bolks 2.0 proberen. Zeg Niels, wat is de zin van het leven? Laat ik zo zeggen, plezier hebben. Ik lig alweer vast. Met dikke breed op de grond. Hoe dan? Ja, soms kom je zo uit. Ga je gewoon weer verder. Hier was jij begonnen toch, Jeroen? Ja, dat is... In principe nu hier klaar. Bijna alles lukt. Sommige dingen zijn gewoon lastig. Ik wil hem nog één keer proberen, Niels. Dat is goed. Dan ga ik hem nog één keer filmen voor jou. Nou, Jeroen gaat hem nog een keer proberen. Poging nummer 24. Nee, geintjes. Poging nummer 3. Nou, succes, maat. Dank je. Nou, jij kan er wel beter onderdoor dan ik. Dat doe je heel netjes. Juist! Foei, hij heeft hem gewoon. Check deze man gaan, dat is een goeie. Dat is gewoon puur de buikspierkracht gebruiken. Oh jee! Yeah. Schampte het zand een beetje. Maar viel niet op de grond. Come on!